We zullen ze allemaal wel in de kast hebben staan. De echte klassiekers als het om sauzen gaat. Zo kun je denken aan de echte Belgische mayonaise, cocktailsaus, tot aan de Andalouse en tartaarsaus. Ze maken de frietjesdag helemaal compleet. Vandaag bezoeken we een van de grootste sausenfabrikanten in Europa, de familiale onderneming Paul's Sauces. Met een jaarlijkse productie van meer dan 110 miljoen kilogram aan sauzen is Paul's Sauzen een van de grootste sausenproducenten van Europa. Dit is ongeveer een viervoud van het totale volume aan sauzen dat op de Belgische retailmarkt verkocht worden. Naast onze hoofdzetelier in Oelichem hebben wij nog een productiesite in Herent, vlakbij Leuven. Hebben we nog een logistiekcenter in Geel en hebben we ook twee verkoopskantoren in Londen en Parijs. Meer dan een eeuw nadat Paul's Sauzen werd opgericht, hebben we ons ontwikkeld tot een belangrijke speler in private label sauzen voor internationale retail en ook een betrouwbare koopakker voor aanmerken wereldwijd. Bovendien is het Paul's merk zeer aanwezig in de Belgische en de Franse professionele foodservice-industrie en in de Belgische retailmarkt. Het Paul's merk is trouwens marktleider bij de Belgische frituren met een marktaandeel van zo'n 35%. Kortom, onze verschillende smaken zijn dan ook wereldwijd te vinden in veel verschillende vormen en voor een grote verscheidenheid aan klanten. Paul's Sauzen wil dan ook iedereen bij elke gelegenheid laten genieten van onze unieke smaakervaring. We starten voor elke saus eigenlijk met een waterfase. Dat betekent dat we in een grote tank water vullen en dat we daar alle verschillende ingrediënten gaan toevoegen. Een groot gedeelte van die ingrediënten is automatisch. Dat wil zeggen bijvoorbeeld mosterd of suiker of azijn. Een heel deel van de ingrediënten gaat ook nog manueel toegevoegd worden. Dat is ook nodig omdat we meer dan 400 verschillende recepten hebben. Als we dat hebben gedaan, dan noemen wij dan onze premix. Dan gaan we die overpompen naar een volgende zaal, naar de proceszaal, waar we effectief de emulsie gaan maken van het type saus. Je kan in verschillende stappen, voor een typische mayonaise is dat een koud proces, waarbij we eigenlijk eigeel en olie gaan samenvoegen, zodat de mayonaise gevormd wordt. Soms gaan we die koken en koelen, dat is dan hoofdzakelijk voor ketchup en barbecue sauzen. En soms moeten we beide processtappen gebruiken, en dat is dan voornamelijk voor alle andere types sauzen, zoals samurai, andalous of algerien. De volgende stap is dan dat die saus getransfereerd wordt naar afvulmachines, waar we dan in een recipiënt gaan afvullen. Dat kan zijn een emmer, dat kan zijn een pot, een bokaal of een fles of dat soort recipiënten. De volgende stap is dan dat wij die gaan coderen, dat we een label op gaan hangen, dat we die gaan clusteren, zodat die in een verpakking komen, dat we die gaan stapelen en dan eigenlijk mooi in het magazijn gewikkeld achterlaten. Paul's Sauzen gaat ook in 2023 verder blijven investeren. Zo zullen we in onze productieplant in Herent, nabij Leuven, een gloednieuwe productielijn in gebruik nemen om onze capaciteit verder op te drijven. Dat staat alles in het teken om de gepreferentieerde partner te blijven van onze grote klanten. En om ons serviceniveau op het hoogwaardige niveau te kunnen houden wat de klanten van ons gewoon zijn. In het Out-of-Home-kanaal hebben we plannen om ook in Frankrijk een sterke positie in te nemen. Om daar met groothandels te werken die verder verdelen naar snackbars, frituren en dergelijke meer. En wat voor ons eigen merk betreft gaan wij trachten in marketing nog te verdiepen. En zullen wij ook onze unique selling proposition, die smaakervaring is, die smaakervaring staat centraal bij ons, om dat ook in het hoofd van de consument te prenten, om zo echt als challenger ook een vooraanstaande positie en een vooraanstaande rol in te nemen als merk in de supermarkten voor de consumenten.